Het is bijna 8 mei. En wat is het dan? Nou, dat is een hele bijzondere dag. Want dan is namelijk mijn jongste zoon is jarig. Lucas Bauer. Daar ben ik heel erg trots op. En moederdag natuurlijk. Ik zou vertellen, met moederdag gaan mijn zonen gaan de moeder verwennen met een ontbijt. En ik natuurlijk mijn moeder. En dat is elk jaar is dat hetzelfde. Dat weet je niet, maar het is elk jaar hetzelfde. Met een geurtje. Dan komen we met de kinderen langs. En dan hebben we 's ochtends een bakje koffie, een stukje taart. En ja, ze gaan het eigenlijk al jarenlang. En dit jaar gaat het weer net zo? Je gaat niet een verrassing doen of zo? Nou, we gaan dit jaar weer gewoon met het gezin lekker langs bij mijn moeder. Dan krijgt mijn moeder weer exact hetzelfde geurtje als alle jaren van tevoren. En dan, ja, ze is er gewoon altijd blij mee. En dat is ook wel heel typerend voor mijn moeder. Even voor die kijkers die nog kijken, welk geurtje moet je kopen voor je moeder? Nou ja, mijn moeder houdt heel erg van 4711. Vooral als ze hoofdpijn heeft. Dus ik kan aanbevelen, als je moeder hebt, koop dan lekkere eau de cologne. Dat vinden ze altijd wel lekker, die dames.